Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft vandaag een tweedaagse workshop georganiseerd over een integraal kinderbeschermingsnetwerk, Ik Ben. Ik Ben is een vervolgtraject van de high-level meeting die in november 2016 is gehouden. President Desi Bouterse benadrukte tijdens de bijeenkomst dat alle relevante actoren zich in het belang van alle kinderen in Suriname moeten bundelen in dit kinderbeschermingsnetwerk. SAVO in samenwerking met de UNICEF bezig met de uitvoering van dit netwerk. De bedoeling van de workshop is om een ontwerp te maken van het integraal project Ik Ben. Minister Christine Polak van SOSAVO gaf de garantie dat er hard gewerkt zal worden aan het bieden van optimale dienst en hulpverlening aan kinderen. De contouren voor de verbetering van de dienst en hulpverlening zullen tijdens deze workshop ook deel moeten uitmaken van de aanbevelingen. Dit is tevens het geval voor de dienst en hulpverlening die moet geschieden vanuit andere instanties. Let wel, dienst en hulpverlening zal elkaar moeten complementeren voor het beste resultaat en in the best interest of the child. Rekent op een volle en optimale inzet. Laten wij gezamenlijk het beste voor onze Surinaamse kinderen nastreven. Ik verklaar bij deze de workshop voor geopend. Volgens Angela Samo, waarnemend directeur van Sociale Zaken, is er geen integrale aanpak om kinderen te beschermen, ondanks er onderzoekingen en aanbevelingen zijn gedaan. Elk kind dat in Suriname woont, moet beschermd worden, zegt Samo. Volgens de waarnemend directeur moeten ministeries en NGO's kinderen die in noodsituaties verkeren helpen. Er moeten geen spelregels ook meer zijn voor mij die in het netwerk is opgenomen. Spelregels daarmee bedoeling, zolang er geen dienstvoertuig is, minegoere. Zie je mij in die toko gaan? Nee hoor, ik heb mijn afspraken vanmiddag, kijk naar mijn kleren. Nee, niet voor mij. Er moeten geen spelregels zijn en daarop heeft vooral mevrouw Marie Mettendaf, rechter, op gestrest. Van, weet je, laten we teruggaan naar die periode waar we belangeloos en soms niet eens nadachten. Angela Salmo, waarnemend directeur SOSAVO. Het ministerie is vandaag gestart met de tweedaagse workshop over het integraal kinderbeschermingsnetwerk. De bijeenkomst wordt gehouden in het Lalaroek-gebouw.